Je zou het niet gelijk zeggen, maar in dit klasje zitten transseksuelen. De Thaise hoofdstad Bangkok kent heel veel omgebouwde mannen. Tot voor kort konden ze geen baan krijgen als stewardess. Thai Airlines heeft haar arbeidsvoorwaarden aangepast en er is veel animo. Net als hun vrouwelijke collega's volgen ze lessen in dienstverlening en make-up. De transseksuelen zijn bijna niet van hun collega's te onderscheiden. Ze dragen daarom een gouden naamplaatje om het verschil in geslacht kenbaar te maken voor de klant. Om ze zo vrouwelijk mogelijk over te laten komen is aan alles gedacht. Thai Airlines hoopt hiermee de maatschappelijke positie van transseksuelen te versterken en de kwaliteit van haar eigen service te verbeteren.